fjouwer van het bouw. Bij Heiko van der Werf, in, maar dat is dan Langewiek. De metraaiwerven in Drachten, Langewiek. West dus, de Piep en Boedensalaat. Die eerste skipper die hem hier. Die zijn zoon, daar had Piet hem van kocht. Dus hij had net volle eigenaren gehad. En die zei, ja, het is een tjolk, het is net een koetje. Maar die wint volle, die wint gerust op. Dat is een tjolk in, dit meer, dat ben we weerbaarder, een skip. Hoe wie de Zuiderzee er nog krijgt en wie geschikt van de Zuiderzee. Ik zeg maar ik. En ze deden dus protestant en grindhandel bij Zwartsluis en die komt erin voor en dan bracht hij dat naar Friesland. Hè. En daar moest hij, daar werd er geschikt voor, zeg maar. Dus dat is, ja, het is een van de grootste van de vloot. 54 ton, zo'n 50 kilo, dus dat is haast 54 ton. En 54 ton is het maximum wat erin mag, wat in je vers. Toen wij erbij kwamen, toen zeiden ze dat de Sainte Grutter moesten net worden. Schepen die er een beetje mee kunnen sjoemelen, die misschien al wel groter ben, maar officieel ben wij dan de grootste schepen. Bijvoorbeeld de Sterke Herkest, die is ongeveer lekker groot, maar die is veel lichter dan wij. Dus de grutten zijn net zo vol over het gewicht van het schip, maar wij zijn nog ouderwets, maar we hebben nog net nieuwe dekken en zo. Ik ben 21 ton ongeveer. En dan heeft de Sterke Herkest, die is een tonnenstandje, een standje een heel soort soort. Dus die is 4 ton lichter, maar dezelfde grutten, dus dat scheelt heel lang als schip. We zijn in jantje 85 heb Piet hem gekocht van de zoon van de eerste skipper. Dus dat is, je hebt net volle eigenaar gehad. Dit skip dat lag in Zwolle, maar die meesten kwamen dat weer Muntennaam. Jan Muntennaam die kwam uit Leeuwardwaai. Die al verscheiden ging er om best. Ziet een meter ouder, ziet een meter het er om best. Maar die, hij moet nooit kwijt, want hij wennen er nog al. Kwam Dries Hamstra, dat was een maat van Piet. Die is toen naar Zwolle gegaan. En toen werd toevallig die oude skipper, die kreeg een beetje verkeering. Mijn vrouw die wen in een flesje en die woonde natuurlijk net op het skip. Dus toen werd er hem ook kwijt. En toen had Dries hem gekocht, maar nu had hem direct troffen gekocht om Piet en Rink. En toen ben ze direct, Dries had ik nog mooi hopen met verbouwen, omdat het skip kleren moest van de IFK's. Dan moet er nou wel wat gebeuren. Want de meeste is naar achteren komen en de roef is naar voren komen. Achterop heeft meer ruimte om die roef naar voren te brengen, zeg maar. Dus er is nogal wat ongebeurd in het begin. En toen hebben ze alle zuilen en alle roenhouten en de roer, het roer en de zwurden en de hele bleekse boel, die hebben ze van Boppelons, dat was een groot koetsje van Harald Siepedaar. En die moest ophouden met die witte groot. Dus die mocht net weer meedoen. En toen konden we dat overnemen en toen hebben we daar de eerste Iermachine. Nou ja, dat ging hartstikke super. Want we winnen er alleen nog van A en B-klasse. En toen winnen we direct naar Twarre. In die B-klasse. Een promoveerd met direct. Piet weer een gedreven schipper. Twarre hier dan voelde dat er een natuur komen moest. Want ja, we moesten toen in de A-klasse zitten, maar we gingen naar wel de oude meest. En dat zeil, dat koe eindelijk paste haast net, haast wel, op die wie een beetje te groot van die meest. En die meest wie ik niks te dik bob in, dat zeil kwam erop. Toen moest dat zacht, onmachtig straks oudpend worden. Want dan ging die, als het dan uit de wing ging, dan knapte de harpen gewoon. Zoveel spanning stond erop. En dan hing de A-veldbom, die hingen we toen al als bemanningslid. Die vleeg dan in de raadband omheen om alles beter te repareren. Dat is naar je harper. Dus dan winnen we altijd bij de eerste of bij de laatste. Want ja, dat er dan een boel was, dan zaken we weer naar achteren natuurlijk. En dan moesten we weer uit de bliksem zien naar voren komen. We waren het zielde wel heel best. Hij moest een hele prot leren. En dat naar je zuil, daar zit een hele grote broeken om. Die werden maar de kantometers net maar tel. Terug die broeken, dan zeg ze natuurlijk, ik haast niks. En toen heb ik een hele dikke onervaring van dat erover. Toen zeggen ze het net voor goed achterop. En de oude zeuk, die is ongeveer krekkelijke groot als wij. Bakboord, stuurboord. En dan elke keer alle beide schepen op een koor reageren. Dat moet ik net waar natuurlijk. Dus dan maar weer omleeg. En de plaatste. Alle beide schepen omleeg en het was zwart kap op kap. Zo'n dikke onvaring en een allemachtige dikke doek in de kap scoren. En nou ja, toen liep het erop dat we net meer verder konden. Maar dat weer een sneus. En toen hebben we de sneus, we geen ziel. Er waren een van die jongens, of de mensen die we konden, die werken bij zo'n carrosseriebedrijf. En daar hebben we van die hele tenen, van die carrosserieplaat hebben we de helle, 12 mm. En die hebben we voor die grote doek langs papnagelen. Een beetje primer erop en put erin. Er zit een complete
een lege bierkist, die zit er in zoveel rond, die zit er in die doek. En het dikke krekker, die werd helemaal wel kleren, want die popnagels, dat weer krekker weer in het klinken natuurlijk. No? Dus er kwam iets leert en dan ging een applaus op dat wij er weer winnen. En toen later hebben ze hem bij Draaisma in Frensie, hebben ze hem klonken gerepareerd. Zeg maar. Hij is zelfs weer een nieuwe kop voor klonken. Maar hier een van die jongens, een goede ijzerwerker, die de mik mooi verbouwd heeft, dikke kar. En Piet, die hebben er tegen weer een nieuwe kop voor gezet. We winnen direct een protoavontuur. Oh, verschrikkelijk. En toen ben we daar trof mooi, trof die al die brieken zet, ben we degradeerd. Met de laatste trui, ik weet net wat we net helemaal laatst, maar als we de laatste trui bent, dan degradeerst. Nou. Het treden hier, ja, we konden redelijk mooi komen, maar we kwamen net meer samen uit die B-waai. Toen had het echt niet worden voordat we weer uit die B-waai kwamen. En toen op het laatste jaar dat we nog maar Piet zielden, dan winnen we kampioen. In de B dus. En toen zou het wezen. Ik ben naar spul, naar zuilenboel. Maar toen begonnen we het aardig te leren. Het eerder op, toen er in de winter is er ongelukkig. In februari is de pleets al brand. Dat was al een drama. Hij had een timmerbedrijf, dat hield er in de pleets. En de zeilen lagen er ook nog in. Die rom eigenlijk nooit op. Die bleven altijd op het schip. Maar die winter, of die eerste daarvoor, hebben we de strandreis gehield. En er was een andere skipper. Want Piet, zijn vrouw, die was in verwachting. Piet mocht eigenlijk net voor. En die wie nogal krijgt, die zei dat het spul moet oprommen worden. Dus dat is onder in die kelder van het pleets komen. En verdomd, in februari brand die pleets hou. Maar wie graag 5, 6, dat wie geen harde nog natuurlijk. In die mei, toen begon het er een beetje te likken. Maar toen heette het met de verzekering een beetje rond. En hij een nieuwe zeil besteld. En er wie een plan van zijn pleets. En dat er weer ergens verderop op Nijmegen een koer. En toen werd de Brio race. Ik deed mij aan de Brio race en hij moest moest er mijn ploegje zielen. Eerst in het feest, in de tenten en toen nog eens naar het café. En zo, nou ja, dat ging al op elkaar verkeerd uiteindelijk. Maar hij werd helemaal in de fleur, omdat het alweer werd er een beetje plikken natuurlijk. In die weeks werd eigenlijk alweer rondkomen, zeg maar. Ja, en toen reed er het een beetje en wat gebeurt mij. En toen hebben we hem maar ook wat begroeven en toen wist men net hoe we verder zouden. En we wakker aan het vergaderen werd. En toen werd er een van de jongens die woon op Keepje. Maar die was aan de voorzichtige kant. En we waren er wat bang voor dat we dan het hutzielen mochten bij wie ze verspreken. En toen hebben we er een stichting van maken. En toen hebben we een oud bemanningslid. Dat is Felix Rijmers. Die we eigenlijk al ophouden. Maar die hebben we nog vragen of dat we een theaterskipper. Of een TX-skipper die woonde. Maar die kwam uit Arnhem. Nou, hij zei, ik wil wel een periode doen, maar ik net voor de eeuwigheid, want ja, dat was hem te vieren eigenlijk. Nou, dat ging hartstikke best met Felix. Hij heeft toen hetzelfde hier hebben we weer de IFKS shield met Felix. Maar we hebben in ieder geval wel heel knap shield met hem. Maar op het laatste zitten we tot Jelwe de A met hem. Dus een shield met hartstikke best. Maar ja, hij hield zijn dat het net voor de eeuwigheid zullen zijn. Dus moesten we weer naar skipper. Toen werd er een van onze bemanningsleden, dat is Jan Rimmersma, die had hier een rondvaartboord. Ja, die werd een beetje voorzichtig, maar wel heel bekeken, hoe hartstikke goed zuur. De eerste vrouw die dat we mij naar de Ata hielden. We hadden het laatst een mooi vers ploegje met Jan, dat ging hartstikke best. Ik had het rol niet wel aardig verdeeld, maar ik weet wat docht en zo wat heen. En toen is mijn zwager, die is weer boer. En als het hut waarde, dan vreeg ik hem er altijd bij. Dus hier met al die heren hebben die er altijd wat bij. We in het tijd van Piet al. Nou, die dacht, nou, dat lijkt het mij ook wel wat. Want wij hebben al betocht van, vreeg je eerst de meesten uit het, dat die traditie heen wel een beetje kregen van boeten. Maar eerst jij dat er in de bemanning hier wil. Nou, Willem, die wil wel heel omhoog. En die is eerst naar de zieltskwallen nog, in de balk. En trof het paal. En want die maar als adviseur mooi. Eerst ging Felix ik nog wel eens mooi. Dat weer met Jan en ik al zagen, ging Felix ik nog wel mooi als adviseur. Toen Willem Skipper. Moest me uit de zeewaai, maar ik al vrijgehouden uit de zeewaai. Ik denk mijn 12e prijs of zo. En toen we naar de B, ik werd naar de Ata zielt. Ja, we zijn nu wennen, we gaan nu wennen, de zetel. Het is mooi dat we eruit komen kon natuurlijk, maar je zou ook net al te heen gaan. Maar op zich, het ploegje is leuk, het skip dat met vader. Dat is ook een goed skip. Het is misschien net het allerbeste skip, maar ik ging goed maken. Wat ik wel mooi vind, dat we altijd nog wel een beetje in, maar het begonnen binnen, dat zit altijd nog wel wat in dat skip, om het zo maar te zeggen. De wartels van het skip, die lezen hier in de lege waren. Dus dat moeten we een beetje heen horen.